plaatsen. Achter de witte streep. Klaar. Af. Dat is een bekende stem. Dat mag geen kruisingsproblemen geven, dames en heren. Nee, nu gaat het gelukkig goed. En Anita gaat hier ruim, met een ruim verschil winnen. Zo gaf Art Schenk deskundig commentaar bij de nationale rolschaatskampioenschappen voor jongens en meisjes van 5 tot 13 jaar. Achter de witte lijn. Klaar, af. Klaar, af. Klaar, af. Klaar, af. Met de stops weglopen. Duidelijk voordeel maar. Ah, wat jammer nou. Door die binnenbocht eraan, alsof er niets aan de hand is. Oei, dat wordt een spannende strijd. Moeilijker voor de jury, maar de buitenbaan. Het felle halen op die bocht en dan weer rustig op de techniek door de bocht heen. Ja, dit is een duidelijke kampioen, dames en heren. Dat ziet u en misschien redt het vandaag weer. En ze redden het inderdaad weer. Anke Ooms uit Hilversum, die toen uit handen van schaatskeizer Schenk zelf de cadeautjes in ontvangst mocht nemen. En daarna kwamen de korte baanwedstrijden voor de jongens met de korte beentjes. Hier mocht de vijfjarige Ajax-aanhanger Wimpy Jacquet Atje Keulen Deelstra omhelzen. En hij aanvaarde de beker alsof hij dat al veel vaker had gedaan.